Hallo iedereen, welkom terug bij Average Snel. We zijn hier bij de waterrace van Nick Ruis. Als je deze bordjes nog wil lezen, moet je snel zijn en een pauze zetten. En je had hem op pauze moeten zetten. Moeten we geen bootjes hebben? Ja, je hebt de bootjes. Ik heb geen bootje. Ik heb geen bootjes aan het begin, niet inventory. Ik heb geen bootje gekregen. Nou, ik ga maar snel. Iedereen zwemmen! In F5 was het de bedoeling. Oké, cool. Ik ga je voorbij, Nick. Dit is trouwens de waterrace van Nick Ruis. Dus ik dus dat... Oh Lars, je gaat best goed, hè? Ja, ik heb geoefend hiermee. Want wow, hij heeft het veranderd. Ja, er zitten een paar jumps in en zo. Oh mijn god, ik ga niet erheen. Ik zag hem doodgaan namelijk. ik wilde daar ook heen, maar ik denk, doe ik maar niet. Nou, ik ga niet meer winnen, want ik kreeg geen bootje. Dus dat ga ik zo meteen aan Nick laten even zeggen. Dat moet even anders namelijk. Toch dat ik wel een bootje krijg. Misschien was het omdat ik in creative mode was en dat is niet de bedoeling misschien. Ja, ik zat er namelijk ook nog in, maar ik ben er snel uitgegaan. Heb ik? Maar ik ben ook niet echt heel snel, maar het is wel leuk op zich. De eerste map. Veel mensen vinden het ook leuk. Dus, het werkt niet, denk ik. We zitten er allemaal onder, dus... Ja. Nick? Ruis? Hoort dit zo? Ik weet het niet. Yay! Nou, ik denk dat dit nog even... hij is nog in beta, Nick Ruis de waterrace, dus... Laat even weten wat je ervan vond. En als je dit ook wil spelen, dan kan je meedoen hier op de server. We hebben Nick Ruis' minigame van de week. Elke week wat anders. We hebben de Quakecraft. We hebben de nieuwe Sumo Arena. En we hebben Kid PvP. Dus ik wil iedereen graag nu bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende aflevering. Doei!